What's up, everybody? Welcome back to another Highly Combustible Reaction. We're jumping into the second part of our 80 Years War, Episode 3. Let's go. Just learning a lot. We're learning that it was some damn hard times for some people back then, for sure. I didn't like the rules of war back then that allow all kinds of crazy shit to take place. Definitely not one I would have wanted to fight in. Not anywhere that I would have wanted to live at the time being, for sure. We had it hard in history. Some places did. Let's jump in. Let's finish it off. It's coming at us from Mikhail. Much love. Rolling it. Get over to show Paul A. some love if you enjoy it. Die bevolking intussen blijft verdeeld. Er zijn mensen die echt flink bereid zijn om te gaan vechten tegen de Spanjaarden buiten. Anderen veel minder. Hoe hou je de boel bij elkaar? Ja, nou, in de eerste plaats in het begin was er ongedacht succes. En dat verenigt natuurlijk enorm. En wat daar ook een heel belangrijke factor in was, dat was dat men ook het gevoel had van, ja, we staan er niet alleen voor. Want men had toch een groot vertrouwen in de prins van Oranje als aanvoerder, als leider. En die stuurde gezanten, er kwamen boodschappen de stad binnen, er werden voorraden de stad binnengebracht. Er kwamen soldaten de stad binnen, nog steeds. Ook terwijl de belegering al aan de gang was. Men had het idee van de prins is bezig om te werken aan onze ontzet, aan onze bevrijding. En dat heeft enorm geholpen om binnen de stad ook het moreel hoog te houden. Ja, tot op het moment, bekend dagboek hier uit de stad, Den Honger begint. Ja. Want de stad raakt zijn toevoerlijnen kwijt. Ja. Nu een polder, is het Haarlemmermeer in de 16e eeuw nog een uitgestrekte watervlakte. Het is dé aanvoerroute van goederen voor Haarlem, ook tijdens het beleg. Want met hun kleine wendbare schepen zijn de opstandelingen, de geuzen, heer en meester op het water. Tot Amsterdam, nog altijd trouw aan de koning, het Spaanse kamp versterkt met een aantal schepen. Amsterdam tegen Haarlem. In de slag op het Haarlemmermeer wordt de geuzenvloot verslagen, met desastreuze gevolgen voor Haarlem. Het is eind mei 1573 en het beleg van de stad duurt al een half jaar. Wat iedereen besefte was van, we kunnen dit gewoon niet lang meer volhouden. Er zijn hier duizenden mensen en er is gewoon geen eten meer. En die honger gaat knagen, kinderen sterven, gaat ruzie ontstaan van wie krijgt wat. Soldaten krijgen het meest, die gaan ook plunderen. Die gaan bij burgers voedsel weghalen. En dan ontstaat er in zo'n stad weer verdeeldheid. Mensen die eigenlijk toch al niet enthousiast waren, die bedenken nu van ja, dit gaat fout. En die willen eigenlijk stoppen. Anderen raken wanhopig. En die denken van, er zit verraad onder ons. Er waren geluiden over onderhandelingen die plaats zouden vinden. Dus mensen die verraad wilden plegen. Dus dan kun je burgemeester zijn wat je wil, maar dan hou je de boel niet meer bij elkaar. Nou ja, waar uiteindelijk het beleg in een soort apotheose uitmondt, dat is als de mannen, de gewapenden, besluiten van, wij gaan een uitval doen en wij vechten ons door de Spaanse linies heen. En dat wordt tegengehouden omdat de vrouwen in de stad, die horen dat en die hebben het gevoel van, ze laten ons in de steek. Ja, waar blijven wij? Ja, want dan komen die soldaten. Nou, je weet al, iedereen weet wat er dan gaat gebeuren. Dat wordt natuurlijk een drama in die stad. Dus die vrouwen zeiden, laat ons niet in de steek. En die stonden daar gewoon fysiek tegenover die soldaten. En dan wordt er besloten, we gaan niet. En dan wordt de stad uiteindelijk op. I think a lot of women probably would have chose that soldier to soldier up instead of taking the opposite consequences. What happened when enemy soldiers rode in on your town, for sure. That would have been all hands on deck at that point. Gegeven op genade of ongenade. Julian Romero is opnieuw betrokken bij de overgave van Haarlem. Nu dit keer is er wel een echt duidelijk akkoord. Wie er mag blijven leven en wie niet. En er is dus besloten dat de burgers mogen blijven leven. Afgezien van de ergste rebellen. Maar de echte Calvinistische troepen, ja, wat moet je daarmee? Daar kun je eigenlijk niks anders mee. Je kunt ze niet vrijlaten. Er zijn ook geen gevangenissen. Dus die worden eigenlijk allemaal geëxecuteerd. Het trieste is eigenlijk dat ze zich hebben moeten overgeven, vooral wegens de honger.
En ze wilde het liefste dat er natuurlijk geen verhalen zouden zijn zoals in Naarden van totale uitmoorden, branden, plunderen enzovoorts. Dus dat hebben ze ook echt afgekocht. Er moest een enorm geldbedrag op tafel gelegd worden om dat risico af te kopen. En dat heeft hier dus eigenlijk met het stadsbestuur op het stadhuis plaatsgevonden. De soldaten werden dus terechtgesteld door middel van of onthoofding met een zwaard of door ophanging. En dat gebeurde hier op de Grote Markt. Great. Alleen het waren op een gegeven moment zoveel soldaten, dat heeft een aantal dagen geduurd. En op het moment dat de beul vermoeid raakte. De Haarlemse beul, die vooral bekend stond in de regio als heel efficiënt en de beste beul in de buurt, zeg maar. Maar goed, de beste worden ook moe. En toen hebben ze uiteindelijk ervoor gekozen om het wat sneller te laten verlopen en de mannen ruggelings met de handen en de voeten gebonden aan elkaar te binden en in het spaarne te werpen, zodat uiteindelijk het doodvonnis nog voltrokken kon worden. Yo, hell no, that's hardcore. Imagine having that reputation. The best executioner. That's nuts. And then to be like, you know what? This is a slow way. Let's just throw them in and let them drown. Them bodies got to pile up somewhere. Het heeft ook iets heel dramatisch. Want juist omdat het zo hoopvol begon, iedereen dacht die Spanjaarden die walsen eroverheen. En toch zo lang volgehouden, zo sterk het idee gehad van we gaan het redden. En uiteindelijk dan toch vastlopen. Dat was een enorme klap voor het moreel. Overigens, juist dat heroïsche verzet. De rol van de vrouwen, Kenau, alle verhalen over dappere daden. Dat het zo lang geduurd heeft, dat het eigenlijk misschien zelfs wel beslissend was, omdat er bijna 10.000 soldaten van het Koninklijke Leger daarvoor de muren van Haarlem zijn omgekomen. Dus een enorme klap voor de Spanjaarden. En de Haarlemmers hebben daar later wel weer enorm veel eer ingelegd van wij hebben het wel heel erg lang volgehouden. Kijk, het was hier 450 jaar geleden meer water dan land. Vooral aan de noordkant van Alkmaar. Een gebied doorsneden door honderden slootjes. Het heette daar het Rijk der Duizend Eilanden. Het grootste gedeelte van de bevolking is in die tijd zeker nog wel katholiek. Maar er is toch ook een groep behoorlijke fanatieken, eigenlijk wel Calvinisten, gereformeerden. En dat geeft strijd, geeft spanningen, ook in de stad Alkmaar zelf. Maar ja, uiteindelijk, na de val van Haarlem op 13 juli, dan lopen die spanningen echt heel hoog op. En uiteindelijk komt het erop aan dat een klein groepje gereformeerden samen met een opperbevelhebber van de Geuzen, kabeljauw, die gooien de poorten open en dan komt het geuzenlegertje, komt Alkmaar in. En is de stad over, echt naar de prins. Hier op deze oude kaart van Alkmaar ligt het Munnekebolwerk. Het is hier ook nog te zien in Alkmaar. En dit is aangelegd ten tijde vlak voor het beleg van Alkmaar. Toen Haarlem viel, of nog tijdens het beleg van Haarlem, besloot men in Alkmaar, nu komen wij ook in de vuurlinie. Dus nu moeten we onze stadsmuren gaan vernieuwen. Dus er werden aannemers aangetrokken, er werden heel veel werklieden aangenomen. En die werden allemaal tegen betaling ingezet om die stadsmuren heel snel op te bouwen. En dat weten we omdat er heel veel betalingsbewijzen nog overgeleverd zijn in het archief van Alkmaar. Dus eigenlijk declaraties. Mensen zeiden, ik heb dat werk gedaan, nu wil ik betaald worden. En tot ver na het beleg liepen die betalingen nog. Archeologen doen in 2010 in Alkmaar een verrassende ontdekking. Op de plek waar een parkeergarage zal komen, stuiten ze op twee massagraven die in geen enkele kroniek worden genoemd. Wie liggen daar?
Nou, de opgraven van zo'n massagraf is echt wel een uitdaging. Dat is heel anders dan het opgraven van een enkele begraving. Want dan kan je er gewoon heel mooi omheen zitten. Je kan er makkelijk bij. En voor zo'n massagraf, ja, iedereen ligt op elkaar, door elkaar. Dus dan moet je eigenlijk wel een hele nieuwe strategie bedenken om zoiets op te graven. Nou, hier is inderdaad duidelijk te zien dat de mensen, ondanks dat ze in een massagraf liggen, wel met respect begraven zijn. Het is hier duidelijk te zien dat de mensen netjes met hun armen over hun buik liggen, zoals je eigenlijk precies zou verwachten op een christelijke begraafplaats. En de meesten liggen ook, zoals het hoort, met hun hoofd in het westen. Zodat als op Judgment Day, als ze dan opstaan, kijken ze naar het oosten waar Jezus dan vandaan zou komen. In totaal denk ik dat er hier dus 22 jonge mannen in dit graf zaten. En in het andere graf was een kleiner graf. Daar lagen 9 individuen. En dat bleek interessant genoeg dat er ook vrouwen en kinderen in het graf zaten. Dus dat had een beetje een andere demografische samenstelling. En toen bleek dat er ook kogels gevonden waren in het graf. En die kogels hebben we dus inderdaad laten zien aan dus munitie-experts. En die zeiden, nou, dit zijn nou typisch die musketkogels die dus gebruikt werden tijdens die 80-jarige oorlog en in dus dat beleg van Alkmaar. Dus toen was eigenlijk heel snel wel bekend, nou ja, dit is eigenlijk het enige waarmee het te maken kan hebben. Nou, dit zijn de 2 individuen uit het massagraf. Eentje uit het grote massagraf en één uit het kleine massagraf. We just got boxes of bones laying around. De schedels liggen in deze kast hier. En hier zien we een prachtige ingangswond met die fracturen die dus ontstaan als een gevolg van de klap. En dan is deze kogel is er boven het oog hier uitgekomen. Hier hebben we dus het linker oogkas, een beetje beschadigd, het blijft wel archeologie. En hier zien we dus dan de uitgangswond. En ook deze ingangswond is weer heel erg groot. En dat komt dus vooral omdat het dus gebruikt, ja, weer die flinke musketballen dus zijn gebruikt om deze persoon neer te schieten. Het is wel bijzonder dat je met skeletten werkt en dat je daardoor iets kan leren over het menselijk verleden op een hele directe manier. Maar wat voor Alkmaar zo bijzonder is, is dat we dit dagboek hebben. Het is geschreven door Nanning van Voreest, een van de belangrijke burgers van Alkmaar. Hij was pensionaris in Alkmaar en heeft dus de gebeurtenissen gewoon dag tot dag opgeschreven. Hoeveel mannen de vijand op die dag verloren, weten we nog niet. Maar onder de burgers waren 3 of 4 slachtoffers, waaronder Egbert Dierten, de stadsvaandeldrager. Hij was een zeer moedige en dappere jonge man, maar overijld en onbezonnen. Hij werd door een Spanjaard met een musket door het hoofd geschoten op het moment dat hij onvoorzichtig aanlegde om op de vijand te schieten. Dan weet ik niet of dat natuurlijk hier in het massagraf zit, maar dat soort dingen beschrijft hij. En dat hebben we eigenlijk nooit. Wij kijken normaal naar begraafplaatsen die 100, 200 jaar in gebruik waren. Dus dan heb je meer een globaal idee van de wereld waarin de mensen leefden. Je weet iets over de stad, je weet iets over de gebruiken. Maar dat is het. In principe liggen bijna alle skeletten van degene die we uit die massagraven gehaald hebben, zijn hier. Er ligt 1 skelet in het Huis van Hilde, het archeologisch depot in Castricum. En die vrouw die ligt daar omdat die gereconstrueerd is. They damn sure reconstructed. That'll look like a real woman standing there for a second. Ik probeer natuurlijk altijd wel een voorstelling te maken van het leven van de mensen. Meestal plak ik er in mijn eigen hoofd geen gezicht op of kleding bij. Dus daarom is dit juist wel heel erg leuk dat het in dit geval wel gedaan is. Zodat op deze manier dat verhaal nog meer gaat leven. If you tell me we were going to see a skeleton, that's the last thing on my mind. Is that it's going to be reconstructed like this. It's kind of bizarre. But I mean, I can see why it would be important too. Ook de vrouwen, de jongens en de meisjes gedroegen zich zeer vurig tijdens die bestorming. Ze brachten ons hoepels met pek en vet bestreken die wij brandend naar de vijand wierpen. Ze voerden ook onvermoeibaar kokend water, kalk en kiezelstenen aan. Ik heb sommige soldaten horen zeggen dat wanneer de vrouwen hen niet hadden geholpen, zij voor het geweld der Spanjaarden hadden moeten wijken. Kijk, de polsdokbriefjes. Dank je wel. Deze minuscule briefjes zijn de zogenaamde polsdokbriefjes.
En dat zijn brieven die het bestuur van Alkmaar heeft geschreven tijdens het beleg, omdat ze hulp wilden hebben van buitenaf. Van de Staten van Holland, van de gouverneur van het Noorderkwartier, Diederik van Sernooy. Dus ze schrijven in die postelbriefjes, wij zijn belegerd, wij willen hulp hebben. En dat schrijven ze heel erg klein op. En ze hebben die briefjes ook gevouwen, opgerold. En die zijn waarschijnlijk in een polsstok, dus een stok waarmee je over slootjes kon springen, zijn ze vervoerd door een boodschapper naar Diederik van Sernooy en naar de Staten van Holland. Wow. Het leuke van Julian is, zijn brieven zijn gewoon heel open en direct. Hij vindt het ook prachtig hoe ze met een soort grote stokken over slootjes springen. En hij beschrijft dan ook, er zit dan nog heel slim een soort houten blokken onderaan die stokken, zodat ze niet wegzinken in de modder. Maar hij schrijft ook hoe dapper ze zijn, hoe... En hij schrijft, en dat is heel bijzonder toch, iemand die hier niet geweest is, die weet eigenlijk niet wat hier gebeurt. Want wat hier gebeurt aan oorlog is zo bijzonder, dat heeft nog nooit iemand meegemaakt. Dat had San Romero dus nooit gezien, zo'n polsstok. En die schaatsen, dat moet ook bijzonder voor hem zijn geweest. Ja. Ja, ik ben benieuwd of ze er echt zo schattig uitzagen, hoor, trouwens. In die Spaanse troepen, die kennen dat niet. Die zijn er niet handig in. Die hebben veel te zware spullen en die zakken overal weg. En het hele waterland en dit hele gebied zat helemaal vol met, noemen ze dan, vrijbuiters. En die zaten verstopt in het riet en die deden overvallen op Spaanse soldaten. En dat ging met veel geweld. Dus dan, En dat zijn een soort geuzen of zijn het gewoon bendes? Ik vind het moeilijk te zeggen wie dat dan waren. Ze noemen het in de tijd zelf bendes, vrijbuiters. Maar geuzen waren dat eigenlijk ook, volgens sommige mensen. Dus het is heel moeilijk om een onderscheid te maken tussen een vrijheidsstrijder en een crimineel. Want ze waren het eigenlijk allebei. Alkmaar, eigenlijk al die steden die belegerd worden, die proberen op die manier dus contact te houden met de buitenwereld. Geuzen. Ja. Van Oranje. Ja. Wat weten ze nou echt van hoe ze erbij staan? Ze weten heel weinig natuurlijk. Dus ze zijn steeds afhankelijk van mensen die ze hebben uitgezonden om een brief te bezorgen. En die moeten dan met een brief terugkomen. En soms lukt dat niet, blijven ze weken weg. Of komen ze überhaupt niet meer terug en dan weten ze dus helemaal niets. Ze willen zo graag weten van gaat dit nog ooit aflopen? Hoe gaat dit aflopen en komen we hier ooit levend uit? Ik kan me imagine how that must have felt. Sending out a letter and then having to wait on a response. A potential response. Dat ze, om ze rustig te houden, wordt het nieuws ook wel heel bewust gebruikt door het stadsbestuur. Van nu moeten we iets vertellen. En dan komt er een gunstige, een positieve brief van Sernooy of zo. En dan gaan ze die ook echt voorlezen op het plein, weet je wel. Dat is echt nodig. Lekkere sfeer daar in de stad. Er is ook binnen Alkmaar stemming om de stad maar op te geven, omdat het onhoudbaar lijkt. En je wil wel volhouden als er versterking zou kunnen komen. En even kijken. Oh, dat is deze. Even kijken. Hier. En hier hebben we het begin van welk briefje is dat? Hij zit hier. Kijk, dat is deze. Wij zijn erg verbaasd dat u geen poging doet ons te bevrijden. Ondanks uw belofte. Wij zijn erg verwonderd dat u lieden ons geen ontzet en doet. Maar uw beloften nog ook enige boden. En dan staat er ergens van, dan wordt gezegd van... de dijken moeten doorgestoken worden, dijken door te steken. Kijk, dat zien we hier. En de dijken zullen moeten doorsteken. Small. Nou, wat is er gebeurd? De Zijpen werd hier eerst onder water gezet. En vervolgens heeft Diederik van Sernooy, de gouverneur van Willem van Oranje in deze streek, opdracht gegeven om hier de sluis in Krabbedam open te zetten. Dus daar liep het water uit de Zuiderzee via de Zijpen zo naar binnen. Deze dijk werd doorgestoken en ook de sluis hier in Noord-Scharwouw heeft hij open laten zetten. En zo verdween die hele regio ten noorden van Alkmaar, het Geesmerambacht, langzaam maar zeker onder water.
ik zou toch liever in die tijd geen Spanjaard daar in dat Spaanse legerkamp zijn geweest. Laat ik het zo zeggen. No, hell no. Want ze stonden daar echt tot hun middel in het water in de loopgraven. En ik denk niet dat je dan een Spanjaard nog zin hebt om te gaan vechten. No, because once you start getting your that trench foot, I'm telling you, I've been had one time trench foot. You don't want to sit. Sluizen die worden opengezet, moeten geuzen wel de wacht houden. Boeren in de omgeving willen hun land niet onder water. Zij hebben geen boodschap aan het lijden van de belegerde inwoners van Alkmaar. De boeren verzetten zich tegen inundaties omdat zij met de schade zitten. Want hun land loopt onder water. En de oogst was nog niet binnen toen dat beleg van Alkmaar begon. Dus ze hadden echt enorme schade. En van vergoeding daarvan, daar had nog nooit iemand van gehoord. Ze moesten het zelf maar roden. Such thing as compensation back then, I guess. Er zijn prachtige liedjes uit die tijd bewaard gebleven, waarin echt het trieste lot van de boerenbevolking wordt bezongen. Nou, ik kan een paar coupletten voorlezen. Waar zullen wij nu toch blijven? Wij boeren, klein en groot. Ons koeien ziet men ontdrijven. Wij worden bijster en bloot. Wij mogen niet langer heren blijven, om onze boter maar niet in kijven. Men neemt ze tegen onze wil. De boer, de schamele boer. Hij moet zwijgen stil. De boer, die lijdt nu veel verdriet. Romero had ook grote problemen met zijn troepen, eigenlijk al in deze periode, dat ze niet meer met hem wilden gaan vechten. Dat ze eerst betaald wilden krijgen voordat ze iets deden. Een verhaal wat al heel lang duidelijk was. Eigenlijk al jarenlang wilde men daar weg. De Hertog van Alva, waar we natuurlijk het meeste van weten, die schrijft eigenlijk vanaf 1568 continu brieven met de teneur: ik wil naar huis, ik wil naar huis, ik wil naar huis. En ook midden het beleg van Haarlem schrijft hij: ik denk dat het nu wel bijna gedaan is en dan kunnen we naar huis. Spanjaarden leven met het idee dat ze binnenkort naar huis kunnen. En dat is eigenlijk toch niet in oorlog. Ze zijn beroepssoldaten, maar zo lang, zoveel jaar achter elkaar in een vreemd land oorlog voeren, dat hadden ze nooit gedaan. En dat was eigenlijk ook iets helemaal nieuws in de geschiedenis. Well, that most certainly hasn't changed in history nowadays. Whenever we are somewhere else, we just can't wait to go home either. Don Frederik, de Spaanse opperbevelhebber, die belegde een grote vergadering in zijn legerkamp, waarbij hij ook Hollandse deskundigen, zoals dijkgraaf Kraanhals, uitnodigde. Die kende de waterstaat hier op zijn duimpje. De conclusie, die was duidelijk. Met de winter voor de deur wordt het alleen nog maar erger. Don Frederik besloot: we gaan er vandoor, we trekken terug. Want als ik nog langer wacht, dan krijg ik mijn leger misschien hier wel helemaal niet meer weg en ben ik in ieder geval mijn zware materieel kwijt. Op 8 oktober was het beleg voorbij. Bij Alkmaar begint de victorie. Alkmaar begint de victorie is natuurlijk een heel Nederlands verhaal. Je zou ook kunnen zeggen, misschien bij Haarlem begon de nederlaag, als je het vanuit het Spaanse kamp zou bekijken. Al tegelijkertijd moet je natuurlijk nog steeds denken dat de oorlog nog uiteindelijk tot 1648 gaat duren. Dus die victorie van Alkmaar is nog maar een tijdelijke. Dat geldt eigenlijk alleen maar voor een klein deel van Holland. En niet voor de rest van de Nederlanden natuurlijk. Want er komen nog heel veel veldslagen, nog heel veel gruwelijkheden en het gaat dus nog heel erg lang duren. Volgende keer in 80 jaar oorlog. Sommige soldaten hebben al 6 jaar geen geld meer gekregen. I'm not standing fighting for you as a soldier if you don't give me no damn money for 6 years. You must have lost your mind. Onder de Spaanse soldaten. Yeah, mutiny indeed is what it would be. Als helse duivels. En hoe Willem van Oranje daar gebruik van hoopt te maken. Deze eendrachtigheid, die komt al heel snel onder druk te staan. Met fataal gevolg.
There you have it, ladies and gentlemen, our second part of the 80 Years War, episode 3 out of 7. Most certainly a damn journey. We know that there is a lot more to go before the whole of the Netherlands is kind of where it needs to be. Different times, man. It's really cool to hear about it. Really cool to see that there's so much physical evidence there that people can see, that people can go through. Even the bones. Yes, yeah, a little weird that we got whole ass rooms full of bones. But at the same time, very, very cool that you can even go down to so much as to say how this person died. Why all of these people are buried in the same area. How come nobody has a damn head? That kind of thing is very, very cool to me. If you guys enjoyed it, make sure you get over, show Paul H some love on his channel. Smash the like button if you liked it, the dislike button, but I won't believe you. Check out the other video that pops up on the screen. Till the next one, I'm highly combustible. You guys be happy, healthy, safe. Love you to the moon and back. Peace.